Het duurzaamheidsaspect bij een airconditioningsysteem zit hem in de energie die we uit de buitenlucht halen. Die energie wordt weer omgezet in verwarmen of koelen van de ruimte. Daarbij zijn er allerlei slimme sensoren die ook nog eens een efficiënte bijdrage leveren in het duurzaamheidsgehalte van zo'n systeem. Daarbij is ook de keuze van een koude middel bij zo'n systeem ook heel belangrijk. Want er zijn diverse koude middelen in de markt, waaronder R32. R32 heeft onder andere als eigenschap dat het 75% minder invloed heeft op de opwarming van de aarde en ook nog eens 0% invloed heeft op de ozonlaag. Een airco-systeem wordt in vele gevallen toegepast om te koelen, maar je kan er ook uitstekend mee verwarmen. Het proces is nagenoeg hetzelfde. Als we gaan koelen, onttrekken we de lucht uit de ruimte. Deze wordt via het koude middelleidingnet afgevoerd naar het buitendeel. En als we gaan verwarmen, doen we precies het omgekeerde. Dus dan zullen wij de warmte onttrekken uit de buitenlucht en deze via het koude middel, via het afgiftsysteem, oftewel het binnendeel, zullen wij de ruimte gaan verwarmen. Nou, het productieproces dat hebben we in eigen beheer, veelal in Japan en Maleisië. Van het hart van het systeem, namelijk de compressor, tot aan het plaatwerk en het binnendeel, ontwikkelen volledig zelf. Het grote voordeel hiervan is dat we eventuele nieuwe innovaties direct kunnen doorvoeren in ons systeem en niet afhankelijk zijn van externe partijen. Het op afstand bedienen van een systeem is bij onze producten ook niet meer weg te denken. Dit kan op diverse manieren, namelijk een infraroodbediening via de app, middels je smartphone of tablet. En wat de nieuwste ontwikkeling is, dat is voice control. Er zijn diverse slimme speakers in de markt die kunnen communiceren met onze producten. Dus je kunt op afstand, middels spraakherkenning, kunnen we deze systemen bedienen. In de app is niet alleen het systeem te bedienen, maar ook het energiemanagement te controleren. Dus je kan per week, per maand, zelfs per jaar het energieverbruik zien, dus ook bewaken. In de toekomst wordt duurzaamheid nog belangrijker. Dit geldt zowel voor lucht-water als voor lucht-luchtsystemen. Denk daarbij aan het toepassen van natuurlijk koude middelen en natuurlijk het doorontwikkelen van hogere rendementen. Panasonic. A better life, a better world.